Goed, gaan we verder met het hoofdstuk over warmte en energie. Dit keer over transport van warmte. Opgave 8. Verwarm je een reageerbuis met water aan de onderkant en is tegelijkertijd warmte transport door geleidingstroming en straling. Zie figuur 5.9. Nou, dat is een tekening met, waar een reageerbuisje wordt verwarmd van aan de ene kant aan de onderkant en aan de andere kant aan de bovenkant. Nou, vul aan in het water is er warmte transport door stroming. Vloeibare geleiding speelt hier geen rol en straling ook niet. Het is een vloeistof. In een glas heb je warmte transport door geleiding. Het is een wasserstof, de geleiding, dus geen stroming. En in de stof zal ook geen geleiding, straling plaatsvinden. En in de lucht is de warmte transport door stroming en door straling. Infrarode straling is dat. Hè? Dat is een soort van variant op licht, zeg maar. Komen we later in het verder hoofdstuk nog ander hoofdstuk op terug. Weetjes waren dat. 9 dan. In een dons dekbed zitten veel veertjes. Leg uit waarom dat je onder het dekbed lekker warm blijft. Gebruik daar in je antwoord een vorm van warmtetransport. Nou, die veertjes, die zitten natuurlijk hartstikke veel lucht tussen. En lucht is een uitstekende isolator. Dus die houdt, die zorgt dus dat er enorm slechte warmte wordt geleid. Dus zowel door stroming als door geleiding. Dus vandaar dat het lekker warm blijft. Het dekbed is met stiksels in de compartimenten verdeeld. In figuur 15 zie je dat. Hier zie je de compartimenten. Oké, je kunt de veertjes zich niet door de hele dekbed bewegen. Leg uit waarom dat je dan beter warm blijft vergeleken met een dekbed met minder compartimenten. Ja, de veertjes blijven op dezelfde plaats, dus de laag is overal ongeveer even dik. Het is ook nog eens een keer afgesloten, dus die lucht die blijft echt binnen zo'n compartiment echt wel op zijn plaats. Stilstaande lucht is een uitstekende isolator, dus je hebt geen warmtetransport, zowel niet door stroming als niet door geleiding. Dus vandaar. Gaan we naar opgave 10. In figuur 5.11 zie je een thermoscan, daar heb je hem. En in B, de versie van een dwarsdoorsnede daarvan, hier zie je een laag, hier nog een binnenlaag, spiegelend, vacuüm zit hier, rubberen ringen enzovoort. Deze fles zorgt ervoor dat er nauwelijks warmtetransport mogelijk is. Welke vorm van transport gaat het zilverkleurige glas tegen? Nou, dat weerkaatst natuurlijk licht, dus ook warmtestraling. Welke vorm van warmtetransport gaat het vacuüm in het glas tegen? Nou, dat is wel geleiding als stroming. Je kan geen leiding hebben zonder stof en je kan ook geen stroming hebben zonder stof. Straling zou er wel doorheen kunnen, dat kan door een vacuüm heen. Onder het dop zit een rubberen ring die het goed af kan sluiten. Om twee redenen, waarom dat je de ring van rubber moet maken. Nou, rubber is natuurlijk een slechte geleider van warmte. En hij is ook eens een keer flexibel, dus hij sluit de fles goed af dat er geen lucht dus, of zo erheen kan gaan. D kun je ook een thermoscan gebruiken om koude dranken koud te houden. Ja, waarom niet? Ik bedoel, zolang er maar geen warmte in de fles kan komen, dan is dat natuurlijk prima. Dus kan heel goed. Dat gebeurt ook in de praktijk natuurlijk ook. Oké, gaan we naar opgave 11. Erna laat tijdens een practicum twee kopjes thee afkoelen. Eén kopje is hoog en smal, het andere kopje is laag en breed. De beide kopjes zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en bevatten evenveel thee. Erna meet de temperatuur van de thee als functie van de tijd. In het diagram van figuur 5.12 staan de schets van de resultaten. Hoe zie je aan het diagram dat de thee in beide kopjes dezelfde begintemperatuur had? Nou ja, dan kun je gewoon opzoeken hier bij de tijd, hier heb je begintemperatuur en daar dus hetzelfde punt. B legt uit waarom dat beide lijnen in het begin steiler omlaag lopen en later minder steil. Ja, de afkoeling gaat natuurlijk het hardst als de temperatuurverschil tussen de thee en de buitenlucht het grootst is. Dan heb je natuurlijk het grootste verschil in temperatuur, dus heb je snelle afkoeling. Later wordt dat verschil natuurlijk steeds kleiner tussen de temperatuur van de thee en die van de buitenlucht. Dus dan zal de afkoeling minder snel gaan. C, leg uit welk kopje bij P hoort. Nou, je ziet dat P die loopt minder steil dan Q. Wat is het verschil tussen die twee? De ene die heeft een groot oppervlak, want die is laag en breed. Die zal, met een groot oppervlak heb je meer afkoeling, dus die zal bij P horen. Dus bij Q horen. Dus P hoort bij de hoge en de smalle.
Ja. Oké. Leg uit dat de temperatuur uiteindelijk hetzelfde wordt. Ja, dat is logisch. Als je het lang genoeg laat staan, dan wordt de temperatuur van de thee in beide kopjes gelijk aan de temperatuur van de buitenlucht. Dus dan is er ook geen energietransport meer van, tenminste geen netto energietransport meer van de thee naar de lucht of andersom. 12 staan. In 513a is een radiator getekend die een ruimtewarmte-radiator is van metaal en is gevuld met warm water. Oké. In figuur 513b is een dwarsdoorsnede van de radiator getekend. Dat is deze. Dit is de radiator, dit is een dwarsdoorsnede. Geef bij elk van de punten A, B en C aan welke vorm van warmtetransport er plaatsvindt. Nou, hier bij A kun je het al zien. Hier staat getekend. De warme lucht gaat rondstromen en neemt dan de warmte mee. Dus dat is stroming. Bij B kun je zien, oké, hier komt een soort, dit is straling natuurlijk, hè. Een soort van infrarood komt hier vandaan, dat wordt met zo'n golfje aangegeven. En bij C, daar raak je de metalen wand van de radiator aan, dat is natuurlijk geleiding. 13 China, leuk op het strand en heeft strakke kleding aan. Ben loopt naast haar en heeft kleding aan die niet strak zit. Leg uit wie het meeste last heeft van de warmte. Als je strakke kleding hebt, dan heb je geen isolerende laag tussen jou en je huid in en kan dus veel warmtetransport plaatsvinden. Dus dat is bij Gina het geval. En bij Bert, die heeft ruime kleding, dus die heeft lucht tussen zijn huid en zijn kleding zitten. Dus dat isoleert goed, dus die heeft er minder last van. Oké, dat was paragraaf 2. In de volgende filmpjes doen we paragraaf 3, 4 en 5.